Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een skincare video. Zoals je kunt zien sta ik in mijn badkamer. Er is misschien ook een beetje een echo. Maar ja, een echo heb je nou eenmaal in de badkamer. Ik ga vandaag laten zien hoe ik mijn make-up er altijd helemaal afhaal. Zo'n soort video heb ik volgens mij 1 of 2 keer al gemaakt. Maar dat is al een aantal jaar terug. En er verandert altijd heel veel. Dus ik dacht, ik ga weer zo'n video maken. Ik ga dus laten zien hoe ik deze make-up look er helemaal van afhaal. En dit is weer echt een heleboel make-up, zoals altijd. Als je benieuwd bent naar hoe ik deze look heb gemaakt. Deze look heb ik gemaakt in een video waarin ik allemaal YouStar make-up heb gereviewd. Dus daar kun je zien hoe ik dit helemaal heb gecreëerd. Maar nu ga ik het er dus weer helemaal van afhalen. Grote disclaimer, ik ben geen huidtherapeut, ik ben geen skincare expert, ik ben helemaal niks. Dit is gewoon een manier hoe ik altijd mijn make-up eraf haal. Voor mij werkt het ook echt prima. Ik heb al jaren een egale huid. Ik moet wel zeggen dat ik dat niet 100% te danken heb aan mijn skincare routine. Ik heb een vrij egale huid. Van mezelf, dat zit gewoon in mijn genen. Want ik weet nog dat ik echt een aantal jaar lang gewoon mijn make-up eraf haalde met make-up wipes. En meer niet. Altijd als ik dat zeg, is altijd iedereen in shock. En toen had ik ook altijd gewoon een egale huid. Maar ik word steeds ouder en dan wordt ook skincare gewoon steeds belangrijker en belangrijker. Dus ja, het is een best wel lange routine. Maar je bent gewoon klaar binnen 5 minuten eigenlijk. Ik heb het echt gedaan binnen 5 minuten. It's a lot, maar ja, als je gewoon je huid goed wilt verzorgen zoals mij, is dit nou eenmaal gewoon wat je moet doen. Plus, ik heb ook altijd veel make-up op. Dus ik moet wat extra effort doen om het er goed af te halen. Gewoon water in mijn gezicht doen. Is voor mij persoonlijk dus gewoon niet genoeg. Dus ja, dat is wat ik jullie vandaag ga laten zien. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, stap 1 is altijd mijn haar weghalen uit mijn gezicht. Dus ik heb altijd zo'n klepje. En dan maak ik altijd zo mijn haar vast naar achteren. Anders zit het echt allemaal in de weg. Ik heb ook heel lang haar, dus het moet gewoon allemaal weg. Dan heb ik hier deze band. Deze band is van Maria Malky Cosmetics. Maar je kunt in principe elke band gebruiken die jij wilt. En die band wikkel ik dan ook nog zo om mijn hoofd heen om mijn haar te beschermen. Want als mijn haar nat wordt, ik heb normaal krullen. En dan gaat alles weer krullen en dan is mijn haar een mes. En ja, dus deze band vind ik altijd heel erg belangrijk. Dan ga ik even deze wimpers eraf afhalen. Hoe? Dat voelt altijd zo bevrijdend. Oh my god. Ik begin altijd met het afhalen van mijn oogmake-up. Dit doe ik sowieso 100% als ik zo'n heftige ooglook heb gemaakt als vandaag. Maar ook al heb ik dat niet gedaan, dat doe ik gewoon altijd als eerste stap. Ik begin altijd met mijn oogmake-up. Ik haal mijn oogmake-up eraf met deze Body Shop Gentle Eye Makeup Remover. Deze is al wel bijna op. Ik moet wel zeggen, het is niet echt de beste oogmake-up remover die er bestaat. Dus het is niet dat ik hem per se aanraad. Hij is gewoon oké. En ik had hem ontvangen in PR, dus ging ik hem gewoon gebruiken. En nou wil ik hem gewoon opmaken. Maar het is niet dat ik hem nou echt per se heel erg aanraad. Ik heb het op een wattenschijfje gedaan. En dan ga ik mijn oogmake-up er gewoon zo van afhalen. Kijk even dit. Dit is gewoon van 1 oog, jongens. Oh my god. Dan met de andere kant, waar ook een klein beetje oogmake-up remover zit, haal ik ook altijd mijn wenkbrauw eraf. En dan ook een beetje de lipstick. Oké, dan ga ik nu beginnen aan mijn gezichtsmake-up. Ik gebruik de Cleansing Oil van Clarins. Dit is een best wel dure gezichtsreiniging, maar ik vind hem echt heel erg fijn. Ik hou ook altijd van een olie, want ik heb een normale tot droge huid. Dus ik hou van alles wat een beetje vettig aanvoelt. Ik maak mijn hand dan altijd een klein beetje nat en dan breng ik gewoon een klein beetje olie aan op mijn handen. En dan smeer ik het gewoon zo in over mijn hele gezicht. Ook mijn wenkbrauwen. En dit breekt nou heel mijn gezichtsmake-up helemaal af. Dus dat is echt top. En dan ook een beetje zo op mijn ogen. Om die ook nog extra goed schoon te maken. Dan pak ik altijd zo'n face make-up remover pad. Deze is ook van Maria Malky. Maar je hebt hier echt 100 versies van. Deze maak ik nat. En dan ga ik gewoon mijn make-up er helemaal zo afhalen. Als je met een pad over je huid gaat. Je kunt gewoon letterlijk de make-up eraf zien halen. Kijk dit. Zie je dit? Helemaal zo'n kale plek. Terwijl hier is nog allemaal make-up, zie je dat? Dat is echt amazing. Vergeet ook niet je oren, want die zitten vaak ook onder de make-up. En vergeet niet je nek, want hier zit tenminste bij mij ook altijd make-up. Dus daar haal ik er ook altijd van af. Dan maak ik hem weer schoon met water en dan ga ik nog een keer over mijn gezicht.
Oké, dan als ik mijn gezicht helemaal heb gereinigd, ga ik mijn gezicht scrubben. Ik gebruik deze Clay & Glow Scrub. Deze vind ik echt super, super fijn. Ik scrub mijn gezicht ongeveer 3 keer in de week. En vandaag is het weer scrubdag, dus ik breng een beetje scrub aan op mijn hand. En dan ga ik gewoon lekker scrubben. Vooral omdat ik dus een best wel droge huid heb, moet ik echt best wel vaak scrubben. Ik was een keer 2 weken ziek. En toen had ik dus 2 weken niet gescrubt. En oh mijn god, aan het einde van die 2 weken, vooral hier bij mijn neus en alles, het was allemaal zo schraal. Ik dacht echt, wat is dit? Dit had ik echt jaren al niet meer gevoeld. Mijn huid was er echt zo slecht aan toe. En toen heb ik weer even lekker mijn gezicht gescrubt en alles voelde weer helemaal smooth, maskertje gedaan. En ik was echt in shock. Ik dacht echt, wauw, dit is dus wat er gebeurt als je gewoon niks doet met je huid voor 2 weken. Zo, en dan was ik het er gewoon af. Zo, mijn huidje is helemaal schoon. Ik hou ervan als mijn huid helemaal zo schoon is. Dan is het tijd voor toner. Ik gebruik deze van Pixi, de Glow Tonic Toner. Die breng ik gewoon een klein beetje aan op een wattenschuifje. En daarmee ga ik over mijn hele gezicht. Dit haalt ook vaak een beetje het restant make-up er nog af. Als dat nog op mijn gezicht zit. Ik weet dat het daar officieel niet voor is. I know. Dat wil ik nou even erbij vertellen. Want bij mijn laatste skincare video ben ik helemaal door een meisje echt helemaal aangevallen. Dat ik helemaal niks weet van skincare. En dat ze de video heeft afgezet. En daar is het niet voor. En dit en dat. Ik dacht echt, doe eens rustig man. Ik weet ook wel dat het daar officieel niet voor is. Maar het is gewoon iets wat het ook doet. Dit is om de pH-waarde in je huid weer te herstellen. Want die wordt altijd verstoord als je je hele gezicht zo hebt schoongemaakt. Echt, af en toe heb ik echt iets van, doe eens even rustig joh. Ik snap nooit hoe je zo kunt stressen om iemand die je niet eens kent online. Like, what the F. Oké, dan is het tijd voor serum. Ik gebruik altijd mijn Pixi Overnight Oil. Dit is het voor als je gaat slapen. Maar ik doe ook altijd deze routine vlak voordat ik ga slapen. Nu is het nog overdag, maar ik hou toch gewoon die routine aan. Deze vind ik heel erg fijn, want nogmaals, ik heb dus een droge huid. Dus voor mij is het fijn als een olietje lekker de hele nacht kan intrekken. En dan breng ik van MAC Cosmetics deze wenkbrauw- en wimperserum aan. Die is dus om ze te laten groeien, je wimpers en je wenkbrauwen. Ik weet niet echt of dit werkt. Je moet het dus 6 weken gebruiken voordat je dat weet. En zo lang gebruik ik hem nog niet, dus ja. Maar ik ben benieuwd of dit echt verschil gaat maken, vooral in mijn mini-wimpers. Want ik heb echt de meest slechte mini-wimpers ever. Dus ja. En dit kan dan gewoon altijd zo lekker de hele nacht inwerken. Oké, dan heb ik deze face roller van By Kelsha. Ik denk dat jullie deze face rollers al wel vaker hebben gezien. Maar deze is elektrisch. Als je hem zo onderaan doet, dan gaat hij helemaal zo trillen. En dat is echt een super fijn effect. Dit ding is ook altijd zo super cool. Dat is echt heel fijn op je huid. En dit breng ik altijd aan nadat ik mijn gezichtsolie heb aangebracht. Want dan wordt het lekker snel ingetrokken in de huid. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die staat beneden in de beschrijving als je hem ook wilt bestellen. Ik vind hem wel gewoon fijn. Ik zal eventjes vertellen wat er online staat dat deze vibrerende roller zou moeten doen. Er staat dat de huid een glans krijgt. Het verbetert de huidskleur en textuur. Stimuleert de productie van collageen. Boost voor een betere bloedcirculatie, dempt wallen en donkere kringen onder de ogen, helpt de vormen van de V-vorm, gezicht, hals te liften en te modelleren en de elasticiteit van de huid te verbeteren. Het vermindert fijne lijntjes, het afvoert ook nog eens detox afvalstoffen uit de huid. En het maakt de huid strakker en de huid voelt hemels aan. En het laat hem glow achter. Dus dat zijn allemaal de voordelen van zo'n roller. Een aantal zie ik wel, zoals de glans en zo, dat zie ik altijd wel. En ik vind ook dat het mijn gezicht helemaal verkoelt. En het helpt inderdaad ook wel met die wallen onder mijn ogen. Dus dat merk ik allemaal wel gewoon gelijk. Dus I like it. Oké, en dan als laatste voor op mijn gezicht nog een moisturizer. En daarvan gebruik ik ook deze van Clay & Glow. Die vind ik ook heel erg fijn. Ik vind letterlijk elk Clay & Glow product echt fantastisch. Echt, hun maken echt fantastische producten. I love it. En dat smeer ik dan gewoon in over mijn hele huid nog als laatste. En dan echt nog als allerlaatste stap vaseline voor op mijn lippen. Want ik heb altijd hele droge lippen. Dus ik breng altijd een laagje vaseline aan. Zo, en dan is het klaar. Dan ben ik helemaal klaar met mijn skincare routine. Is mijn huid helemaal schoon en verzorgd.
echt. Echt, I love it. Ik vind het altijd zo fijn als ik geen make-up op heb en alles helemaal zo mooi is verzorgd. Ik hou gewoon van dat gevoel, van dat effect. Nou jongens, dat was het dan. Nou, eindig ik een keer voor de verandering zonder make-up in plaats van met make-up. Ik vond het weer heel leuk om de video te maken. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Als je nog vragen hebt, je mag die altijd beneden in de reacties stellen. Nogmaals, ik ben geen huidexpert of zo. Dit is gewoon de manier hoe ik het altijd doe en dit werkt gewoon prima voor mij. Heb jij nog goede tips en tricks? Laat het ons dan ook eventjes weten beneden in de reacties. Als je nog andere leuke video-ideeën hebt, let me know, want ik upload 4 keer in de week, dus ik ben altijd op zoek naar goede video-ideeën. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!